worden allemaal zeg maar een beetje uitgespuugd, zeg maar. Je mag er niet meer in beleggen. Maar aan de andere kant hebben ze heel, heel hard nodig. Hè? Dat is een spagaat. Dus daar ga ik het zo meteen eventjes in mijn stukje over hebben. Mooi, maar plan maar gewoon rustig inderdaad om en om. Dat is een goed idee. Dat doen we dan zo. Ja. Dan houden we gewoon regelmaat. En dan meestal op woensdag dan is beter. En dan doen we gewoon volgende week dus waterstof. En dan moet je zelf even aangeven dat je met Menko dan de olie doet. En dan is je hebt wel een goed jasje aan trouwens, zeggen ze. Dat vind ik ook ja, wel. Ja, dank je Frans. Ja, we hebben vanochtend een training sessie gehad. Live training sessie met MTW. En met, ook naar Bitcoin niet, maar wel met DAX en de Forex. Okay. En dat gaan we gewoon een keer doen. En misschien is het een idee om dat ook een keer te doen met olie. Misschien is dat specifiek. Mm-hmm. Met olie, alleen gefixeerd op de oliemarkt. Misschien kunnen we daar een live sessie aan wijden. Mm-hmm. En dan dat we dat gewoon ook op de charts kijken. Wat zijn eigenlijk bewegingen? Want met de markt kun je namelijk ook Brent handelen, WTI. En natuurlijk ook de olie zelf. Dus dat gaan we kijken. Even kijken hoor, ik zie dat het bijna tijd is. Menko die trapt af vandaag. Ja, die trapt af. Ja. En wat ik nog wil zeggen is dat de opname is inmiddels gestart. En Ronald, ga je nog hebben over Fugo misschien vandaag of komt dat niet aan bod? Nou ja, ik heb als mensen willen wel. Maar ik bedoel, ik ga even kijken, denk 20 minuutjes even. En dan wou ik eindigen eigenlijk met Menko gewoon in vragen 15 minuten aan het eind. Toch, Menko? Ja, ja zeker. Maar, nou, hartstikke goed. Ik zou het ook zo willen doen aan alle attendees die ik nu al zie. En ook voor de terugkerende dames en heren, want ik zie trouwens ook dat er steeds meer dames aan het lunchwebinar mee doen. Dus die zijn ook van harte welkom. Maar als je vragen hebt, zet ze even in de chat en dan adresseer het aan all panelists and attendees. Want dan kan alle mensen kunnen het sowieso ook volgen en dan kunnen wij het ook zien. En Ronald, mocht het zo zijn, als je een relevante vraag hebt, dan mag je mij gewoon onderbreken. En dat zal ik ook bij jou doen. Hè? Op het moment dat er vragen komen, dan spring ik daar meteen op in. Komt ja, goed. Mooi. En wie trapt trouwens af? Ja, ik zal aftrappen, Jan-Robert. Als jij Dus als je het scherm wilt delen, dan ga ik jou introduceren. Nou, dat ga ik doen. Oké, nou Menko die trapt af dus met het speciaal webinar met een item olie. Dus we zijn razend benieuwd. Menko die gaat beginnen. En we zien jouw scherm inderdaad ook als je hem op groot wilt zetten. Dan komt het helemaal vanaf het begin helemaal in orde. En dan laat ik jullie gaan tot het einde. Ik ga mezelf hiden. Nou, iedereen van harte welkom bij dit webinar. Heel veel succes, heel veel plezier natuurlijk. En succes Ronald en Menko. Dankjewel Jan-Robert voor de introductie. Fijn Ronald dat wij onze maandelijkse sessie weer oppakken om het over het aandeel Koninklijke Olie te hebben. Terwijl jij dat al vaker gezegd hebt, dat jij dat ook wat breder gaat trekken, omdat jij een grote voorstander bent en een visie hebt op de groene transitie. Maar we zijn op een gegeven moment bij elkaar gekomen om te zeggen van, zouden we ook een combinatie kunnen maken tussen het aandeel Koninklijke Olie en het fenomeen opties. En vandaar dat ik daar ook bij aangesloten ben. Mijn stelling is namelijk dat opties in elke beleggingsportefeuille een plaats behoren te hebben. En daar heb ik ook een aantal redenen voor. Een van de belangrijkste redenen is dat er een hefboomwerking aanwezig is bij opties. Dus je kunt nu eenmaal veel sneller geld verdienen dan met het aandeel zelf of met een aandeel zelf. Dus wat dat betreft dan zijn er heel veel mogelijkheden om rendement te maken of extra rendement te maken. De tweede reden is minimaal even belangrijk. Want heel veel mensen zeggen dat fenomeen opties. Ik ken alleen maar mensen die dat offensief of zeer offensief gebruikt hebben. En daar dan of veel geld mee verdiend hebben. Of, en die verhalen zijn eigenlijk nu natuurlijk het meeste komen die naar voren. Dat er heel veel mensen zijn die geld daarmee verloren hebben. Nou, dat kan allemaal ook wel zo zijn. Maar opties die hebben niet alleen een offensief karakter. Maar die kun je juist ook defensief in gaan zetten. En met name als je kijkt naar bijvoorbeeld nu de AEX. We hebben een hele grote rit omhoog gemaakt, waarbij alle aandelen zowat geprofiteerd hebben. Dan zou het ook best kunnen zijn dat je zegt, nou, misschien dat we nu wel richting een weerstand gaan, of dat we nu dat het tijd wordt dat er mensen winst gaan nemen. Dat wil ik niet. Ik wil mijn winsten beschermen die ik gerealiseerd heb in mijn portefeuille.
dan kun je juist ook het fenomeen opties gaan inzetten om jouw portefeuille defensief te gaan verdedigen. Mijn allerleukste stelling die ik zelf verzonnen heb, maar die heb ik in wezen een klein beetje gekopieerd van de beiden meneer Johan Cruijff, grote idool van mij. Die zei dus altijd zoiets van, je hoeft niet altijd gelijk te hebben om gelijk te krijgen en dus geld te verdienen met opties. En dat wil ik straks ook laten zien, dat dat op velerlei manieren mogelijk is. Het is wel belangrijk om jezelf te leren kennen als belegger. Opties zijn, ik zeg altijd, het is niet ingewikkeld. Maar je moet wel kennis van zaken hebben, wil jij met opties aan de gang gaan. En dat betekent ook dat je erachter moet komen of opties ook jouw ding zijn. Ik ben erachter gekomen dat opties mijn ding zijn. Ik voel me daar prettig en slang bij. Dus dat is de reden dat ik ook met opties werk. Op het moment dat je daar wel interesse in hebt om met opties te werken, maar je weet nog eigenlijk niet zoveel van de werking van opties en van de risico's van opties, want dat er rendementen gemaakt kunnen worden, dat is verhaal 1. Maar de keerzijde van die medaille is dat rendement en risico de andere kant is. En dat risico, dat hoort er ook bij. Dus wat dat betreft, dan raad ik je aan om je kennisniveau te verhogen. Onder andere zijn er op de website van Harm, mijn.beleggen.com, coachuren beschikbaar op het moment dat je daar een pakket van Harm hebt gekocht. Hè, dat hoort bij de VIP-pakkets of bij de Trading Navigator. Ik weet niet helemaal precies hoe het zit, maar daar zijn in ieder geval ook de mogelijkheid om, als je iets meer wil weten over opties, dan kun je mij daar eens een half uur voor aan de kaak of allerlei vragen stellen. Maar stel nou voor dat je over crypto's iets wil weten, dan is Jan Robbers Schutte daar natuurlijk de uitgelezen persoon voor. En als je zegt, nou, ik vind het aandeel Koninklijke Olie interessant, maar ik wil eigenlijk wat meer informatie over de bredere samenhang wat met olie te maken heeft en wat de groene transitie is die Ronald voorstaat, dan kun je bijvoorbeeld ook Ronald via dat medium Calendly is boeken. En dan krijg je dus 1-op-1 coaching om jouw specifieke vragen beantwoord te krijgen. We gaan het vandaag hebben over opties en over het aandeel Koninklijke Olie. En dan zou je zeggen, wat doe jij dan eigenlijk? Nou, ik heb een drietal opties. Optiesystemen, zo moet ik het zeggen. Opties beleggen KT, dat staat voor korte termijn. Opties beleggen LT staat voor lange termijn. En opties beleggen XLT staat voor extra lange termijn. En wat doe ik daarmee? Ik verkoop daar een call en een put optie op de AEX op. Dat is dus een short strangle op de AEX. En het enige verschil tussen die drie systemen is dat ik bij optie beleggen KT op korte termijn schrijf. Dus dat is in mijn optiek op maandbasis en die loopt van expiratiedatum tot expiratiedatum. Dus dat is eigenlijk altijd 4 tot 5 weken als beleggingshorizon. Bij opties beleggen LT, dat is lange termijn. En daar zit ik dan op een beleggingshorizon van tussen de 3 en 9 maanden. En bij opties beleggen XLT is die beleggingshorizon nog veel verder weggelegd. En zit ik tussen de 1 en 2 jaar te schrijven op de AEX-index. Als je eens wil kijken wat ik dan precies doe, je kunt je ook aanmelden op mijn website. Daar kun je naartoe gaan en een mailtje sturen naar aanmelden@optiesbeleggen.nl. Dan krijg je 1 maand lang gratis, dus kost je niets, alle transacties die ik verricht in het specifieke systeem dat je aangeeft, krijg je per mail. En zo kun je natuurlijk eens zien welke transacties ik verricht, welk risicomanagement ik hanteer en uiteindelijk dus ook welke rendement ik realiseer. Nou, ik heb je uitgelegd wat ik doe, dus met mijn 3 optiesystemen. En dan zeg je, ja, het gaat vandaag eigenlijk over olie. Waarom vind jij olie zo interessant? Nou, op het moment dat ik de AEX in oogschouw neem, dat is een gebogen gemiddelde van 25 aandelen. Maar er zijn 3 aandelen daar heel belangrijk in. Als ik kijk naar het aandeel ASML, Unilever en Koninklijke Olie, dan zie ik dat meer dan 40% van de waarde van de AEX wordt bepaald door deze 3 aandelen. Dus ja, hoe deze 3 aandelen bewegen bepaalt dus in grote mate de richting van de AEX. En dat is voor mij natuurlijk weer interessant voor mijn 3 optiesystemen. Ik ga een klein beetje uitleggen, weliswaar kort, in theorie, wat een call en een put optie is. Daar ga ik wat vlotter doorheen om niet al te veel tijd af te snoepen van Ronald,
Maar ook omdat ik dit al een paar keer heb laten zien, maar dat het wel belangrijk is op het moment dat je natuurlijk opties op koninklijke olie wil gaan kopen of verkopen. Nou, een calloptie is het recht om een onderliggende waarde, dus in dit geval het aandeel koninklijke olie, te mogen kopen tegen een bepaalde prijs en binnen een bepaalde termijn. Erg belangrijk is dat je weet dat bij elke optie, dus bij een calloptie en een putoptie, dat er altijd een bepaalde termijn aan verbonden is. Een putoptie die heeft juist een tegenovergestelde werking ten opzichte van een calloptie. En een putoptie geeft dus het recht om het aandeel koninklijke olie te mogen verkopen tegen een bepaalde prijs en ook binnen een bepaalde termijn. Dus op het moment dat je een putoptie gaat kopen, dan mag je altijd het aandeel koninklijke olie verkopen tegen een bepaalde prijs voor bijvoorbeeld een maand of 3 of 6. En dat is dus in wezen een soort verzekering die je kan afsluiten tegen een waardedaling van een aandeel, of dan heel specifiek in dit geval, bijvoorbeeld in het aandeel koninklijke olie. Ik heb je verteld wat een call en een put is. En zo'n ding kun je kopen en zo'n ding kun je verkopen. Dus je kunt een calloptie kopen en je kunt een calloptie verkopen. Op het moment dat je een calloptie koopt, dan betaal je daar een bepaalde premie voor en krijg je tegelijkertijd een aantal rechten, dus om het aandeel te mogen kopen tegen die bepaalde koers en tot en met een bepaalde termijn. En de schrijver of de verkoper van die calloptie, die ontvangt die premie van die kopende partij. Dus dat is altijd prettig, hè? Dan ontvang je geld. Maar daarmee ga je ook meteen een bepaalde verplichting aan. Want jij bent dan namelijk verplicht om dat specifieke aandeel, nou in dit geval dus koninklijke olie, te moeten leveren voor een bepaalde prijs. Nou, op het moment dat je dus een calloptie weet wat een calloptie doet en wat een putoptie doet, en dat je een calloptie kunt kopen en verkopen, dan is nu nog de vraag, wanneer ga je nu zo'n instrument inzetten? Wanneer koop je nu die calloptie? Nou, je koopt een calloptie op het moment dat jij verwacht dat de onderliggende waarde, we hebben het hier over het aandeel koninklijke olie, binnen een bepaalde termijn hard in koers gaat stijgen. Ik heb niet voor niets het woordje hard in hoofdletters gezet, want dat betekent dat een calloptie alleen maar zin heeft om te kopen op het moment dat er een forse koersstijging verwacht wordt in het aandeel koninklijke olie. Nou, de tegenovergestelde partij, dus de verkoper van die calloptie, die verwacht natuurlijk niet dat het aandeel koninklijke olie hard in koers gaat stijgen, of in ieder geval niet te hard in koers gaat stijgen. Ten opzichte van die calloptie, dan kun je hetzelfde exercitie kun je uithalen met een putoptie. Wanneer koop je die dan? Wanneer zet je dat instrument in? Nou, je gaat een putoptie kopen op het moment dat jij verwacht dat het aandeel koninklijke olie binnen een bepaalde termijn hard in koers gaat dalen. Dus ook staat hier weer het woordje hard in hoofdletters geschreven, want binnen die bepaalde termijn waar die putoptie altijd betrekking op heeft, moet er dus een forse koersdaling gerealiseerd worden. Wil het voor jou interessant zijn om die putoptie te kopen? Nou, ten opzichte van die koper van die calloptie staat natuurlijk weer de verkoper op de schrijver van die putoptie. En dat doe je op het moment dat je verwacht dat het aandeel koninklijke olie binnen die bepaalde termijn niet al te hard in koers gaat dalen. Nou, de cruciale vraag is dus van, ja, wat denken we nu eigenlijk van het koersverloop van koninklijke olie? En we hebben deze sessie al een paar keer gedaan en meestal zat Ronald voor mij. Dus kon ik er redelijk goed op inhaken van, nou, de ideeën die Ronald heeft over het verwachte koersverloop van koninklijke olie, daar kan ik mooi op inhaken. Maar dat wordt dus nu nog even een klein stukje uitgesteld. Ronald, die komt na mij. Dus, en het is sowieso ook belangrijk dat jij zelf een bepaalde verwachting gaat creëren ten opzichte van het koersverloop van koninklijke olie. Nou, je zou zeggen dat ding kan omhoog, kan omlaag of blijft een klein beetje hetzelfde. Maar dat is niet helemaal waar. Ja, het is voor een stukje natuurlijk wel waar, want dat is het verloop van het aandeel koninklijke olie. Maar als je het in optietermen beschouwt, dan heb ik het stijgen, dalen en het gelijk blijven van de koers, heb ik in 5 mogelijkheden uitgesplitst. Ik heb namelijk de stijging en de daling heb ik uitgesplitst naar een sterke stijging en een kleine daling. Want zojuist heb ik je verteld dat het interessant is om een call of een put te kopen op het moment dat je verwacht dat er dus een sterke of een harde beweging gaat plaatsvinden. Eén scenario is van die 5 scenario's, is het interessant om aandelen te kopen, om het aandeel koninklijke olie te kopen, namelijk
op het moment dat je verwacht dat het aandeel koninklijke olie fors in koers gaat stijgen. En datzelfde geldt voor de koper van de call-optie. Die heeft datzelfde scenario dan voor ogen. Maar dat betekent dat de verkoper van die call-optie 4 potentiële scenario's heeft waarin hij dus gelijk gaat krijgen. Dus 4 van de 5 scenario's spreken in zijn voordeel. En datzelfde geldt voor de put-optie. De koper van die put-optie die krijgt maar in 1 van de 5 scenario's gelijk. En de schrijver, oftewel de verkoper van die put-optie, die krijgt in 4 van de 5 scenario's gelijk. Het voordeel van het verkopen van opties is dus dat er slechts een bepaalde tijd is, een beperkte tijd is, voor het onderliggende aandeel, dus voor het aandeel koninklijke olie, om ook nog een bepaalde sterke beweging omhoog dan wel omlaag te realiseren. Dus dat is een grote voordeel op het moment dat je een verkoper bent van opties. En dan kom ik nu een klein stukje terug op mijn eerste stelling waar ik zo even mee begon. Je hoeft niet altijd per se gelijk te krijgen qua richting en de sterkte van die beweging om toch geld te verdienen. En de tijdswaarde die in die in de looptijd gevangen zit, dus de tijdscomponent, die is altijd jouw vriend. Want elke dag dat het aandeel dan niet zoveel bewogen heeft, dat zorgt er dan weer voor dat de verkoper van die call-optie of van de put-optie, dat daar de waarde weer iets van daalt. En dat is dan natuurlijk dan weer in jouw voordeel. Rekenkundig is het zo dat 75-80% van de opties zonder waarde afloopt. Daar is een wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Dus wat dat betreft zit jij als verkoper van opties altijd aan de goede kant van de medaille. Nou, we hebben heel veel positieve geluiden gehoord, heel veel voordelen gehoord. Maar aan elk nadeel zit een voordeel, aan elk voordeel zit een nadeel, om het nogmaals op Johan Cruijff te zeggen. Het grote nadeel van het verkopen van opties is het risico. En daar heb ik niet voor niets een aantal uitroeptekens achter gezet. Als je een short strangle inzet, dan betekent het dat je een call en een put optie op het aandeel koninklijke olie gaat verkopen, dus gaat schrijven. Maar dat vereist wel een heel strikt inzet van risicomanagement. En ik noem dat in mijn term altijd geldmanagement. Je moet altijd bezig zijn om je risico en dus je geld te managen. Als je die short strangle in een plaatje gaat vatten, en dan ga ik nu eventjes kijken of ik mijn muis hier tevoorschijn kan toveren. Nou, die zit hier een beetje in het midden. Dit is dan het aandeel koninklijke olie. Dus je gaat een call kopen boven de uitoefenprijs, of buiten de, of een stuk boven de koers, zo moet ik het eigenlijk zeggen, van het aandeel koninklijke olie. Nou, dan zit je zo'n beetje hier. En tegelijkertijd ga je ook een put-optie verkopen. En die short put of die verkochte put, die zit een stukje lager dan de huidige koers van het aandeel koninklijke olie. De winsten in deze strategie die zijn gemaximeerd. Dat zie je hier aan de linkerkant staan. Want dat is namelijk de waarde van de opgehaalde premie. Dus je kunt niet meer verdienen dan de premies die je hebt gekregen van de call en de put optie. Het aandeel koninklijke olie mag dan best een tijdje bewegen, want dan zitten we allemaal nog aan de goede kant van de medaille. Maar je ziet hier ook, op een gegeven moment, dan wordt het steeds vervelender. Op het moment dat zo'n aandeel flink naar beneden toe gaat, dus dan gaan we hier al voorbij, dan komen we hier op een gegeven moment op een break-even point, heb ik hier getekend. Maar dan kan het ook zo zijn dat we deze kant op gaan, en dan zitten we natuurlijk aan de linkerkant, zie je hier, dat je naar forse verliezen kunt gaan. Want uiteindelijk kan het zo zijn dat het aandeel koninklijke olie natuurlijk naar nul zou kunnen tenderen. Allemaal niet de verwachting, maar ja, soms gebeuren er wel eens meer rare dingen op die beurs. Dus wat dat betreft is aan de linkerkant je maximale verlies gemaximeerd. Want het aandeel koninklijke olie kan niet lager dan nul zijn. Aan de andere kant, en ik ga met mijn muis nu even deze kant op, heb ik hier de twee woorden ongelimiteerd verlies genoteerd. Want op het moment dat jij hier een call hebt verkocht, dan zeg je nou, het aandeel koninklijke olie mag eigenlijk niet hoger gaan dan deze specifieke waarde. Maar als dat wel het geval is, dan kun je een ongelimiteerd verlies oplopen. En dat is dus waarom ik altijd zeg, zorg ervoor dat je een heel strikt risicomanagement, oftewel geldmanagement, hanteert. Ronald en ik zijn in september begonnen met deze maandelijkse sessies. Toen stond het aandeel op 12 euro, ongeveer op 10 september. En toen hebben we gezegd van, nou, hoe gaan we nou bijvoorbeeld eens zo'n short strangle aanvliegen op het aandeel koninklijke olie? En wat ik toen gedaan heb, is het verkopen van een call en het verkopen van een put. Dus ik heb inderdaad
wat ik zelf doe met mijn optiebeleggen systemen, een call en put verkopen op de AEX. Die strategie heb ik geplakt, gekopieerd in wezen en toegepast op het aandeel Koninklijke Olie. En ik heb daar een 3 maands termijn voor genomen. Hè. We zaten toen in september, dus ik heb de looptijd december 2020 toen genomen. Dus een 3 maands termijn. En ik heb de call optie 14 gekozen en de put optie 11. Nou, in zijn totaliteit heb ik daar €80 voor gehad. Hè, want voor de call leverde 30 cent op. De put optie leverde 50 cent op. Dus per saldo heb ik €80 opgehaald. Het effect op de vrije bestedingsruimte is €295. Hè, dus op het moment dat je een call en een put optie gaat verkopen, dan zal iedere broker een marginverplichting of een margineverplichting hoort daarbij. Die is bij elke broker ook weer net even iets anders. Maar bij Wingbank is het in ieder geval €295 was dat destijds. Ik geloof dat het bij Maxim ietsje minder is. Dus dan heeft dat minder beslag op jouw vrije bestedingsruimte. Dus op het moment dat ik die €80 ophaal in zijn totaliteit op een vrije bestedingsruimte beslag van €320, dan maak ik dus 25% rendement in 3 maanden. En op het moment dat ik dat dus 4 maanden volhoud, dan zou ik dus 100% rendement kunnen creëren in 1 jaar. En zoals ik ook al zei, bij opties heb je de mogelijkheid om een flink fors rendement te maken. We hebben toen al gezegd van we gaan samen met Ronald een maandelijkse sessie maken en we gaan eigenlijk eens kijken wat het aandeel Koninklijke Olie gedaan heeft. Om een klein stukje interactie op gang te zetten, ben ik eigenlijk benieuwd naar wie het aandeel Koninklijke Olie in portefeuille heeft. En als de mensen die dat in de chat willen aangeven van ja of nee, of een handje omhoog willen steken, dan krijgen we een klein beetje een indicatie daarvan. En ondertussen wil ik je dan meenemen naar het koersverloop van Koninklijke Olie. En dat ga ik even kijken of me dat vrij vlotjes lukt. In principe moet dat geen probleem zijn. Even kijken. Je ziet hier mijn Wingbank accountje. En normaal gesproken, dan zie je hier aan de rechterkant trouwens de AX. Hè, die doet op dit moment 652,74. Ik heb hier aan de linkeronderkant die aandelen staan die ik toen straks benoemde. Dus ik heb ASML hier staan. Nou, Philips heb ik er extra bij gezet. En hier staat RD, Koninklijke Olie. En hier staat Unilever, de UN van Unilever. En als ik dan kijk naar het aandeel Koninklijke Olie, dan ga ik een grafiek erbij halen. En eens even kijken of dat redelijk makkelijk te zien is. Eens even kijken. En dan zie je, als ik terugkijk naar het moment van gaan starten met Ronald, dat was 10 september. Nou, dan zitten we ongeveer hier. Toen noteerde het aandeel zo tussen 11,90, 12,10, die kant ongeveer op. We zaten ongeveer op dit niveau. En je ziet dat we eigenlijk, als ik naar de linkerkant terugga, dat we eigenlijk in een soort dalende trend zaten van het aandeel Koninklijke Olie. Dat hier zo'n beetje een dieptepunt heeft gehad. Onder de €10 was het zelfs. En vanaf dat moment hebben we een flinke stijging gehad. We zijn van onder de €10 gegaan naar nu €15,85. Dit is het koersverloop geweest van het aandeel Koninklijke Olie. En je ziet dat, dat er waarschijnlijk al, ik hoop dat je ziet, en waarschijnlijk zie je dat ook, dat het aandeel Koninklijke Olie voor mijn strategie, voor die short strangle, te veel bewogen heeft. Hè? Op het moment dat we van €15 naar onder een tientje gaan en van €10 weer boven de €15, dat betekent dat er eigenlijk een hele forse beweging in het aandeel Koninklijke Olie is geweest. En dat is nu exact ook de reden waarom ik die short strangle strategie niet op 1 aandeel doe, maar op de AEX-index. Dat is, maar ik wou het eens kijken of het dus toepasbaar was op, op het aandeel Koninklijke Olie. Ik ga even terug naar mijn PowerPoint, want we hebben nu gezien, even kijken, waar ben ik? Hier. Wat we konden doen, of tenminste wat het koersverloop was van het aandeel Koninklijke Olie. Ik ga even weer even kijken of ik even kijken, doorgaan met die voorstelling. Ja, dat wil ik. Dit waren die bedragen. Hè? Dus we zijn gestart op €12. We zijn, ik heb ze ongeveer per maand een keer neergezet. €10 zijn nog iets lager geweest. En je ziet hier
heb ik je net in die grafiek laten zien dat we van die 10 euro weer naar die 15,80 zijn gegaan. En dat er dus een forse stijging is geweest in het aandeel Koninklijke Olie. Hoe verloopt dan mijn short strangle, mijn verkochte call en mijn verkochte put optie? Nou, ik heb daar die call 14 verkocht en die put 11. En ik heb er hier achter gezet wat het koersverloop was op de verschillende data dus. Hè, telkens met een periode van 2-3 weken erbij. En ik heb op 23 november mijn stoploss werd toen geraakt. Hè, dus ik zei van, het belangrijkste van het inzetten van een short strangle is risicomanagement. Ik noem het altijd geldmanagement. En dat betekent dat je van tevoren een goed handelsplan moet hebben. Je moet van tevoren, vind ik altijd, je stoploss gedefinieerd hebben. En op het moment dat die geraakt wordt, dan zul jij moeten handelen. Hè. Het belangrijkste van beleggen met opties is dat je je houdt aan je eigen geldmanagement en aan je eigen stoplosses. Mijn stoploss werd toen geraakt. Hè, dus, en dat betekent dat ik die totale combinatie heb opgerold. Dus ik heb die call 14 voor december heb ik terug moeten kopen voor 1,30 euro. Je zag omdat het aandeel flink gestegen was, dat die put-optie natuurlijk vrijwel zonder waarde was. Die heb ik voor 3 cent teruggekocht. En dat betekent dat ik in zijn totaliteit 133 euro heb moeten betalen. Dus als ik eventjes hier naar onder ga, even kijken waar mijn muis is, hier ben ik. Ik had die 80 euro opgehaald van de call en de put premies die ik toen ophaalde. Ik heb hier, even kijken, 133 euro moeten betalen op 23 november. En ik heb tegelijkertijd een nieuwe serie verkocht, dus een nieuwe short strangle ingenomen. Ik heb de december serie teruggekocht en ik heb de maart 2021 verkocht met een hogere uitoefenprijs en met een iets opgetrokken putprijs. Daar heb ik in zijn totaliteit, dus 33 euro plus 90 euro, is 122 euro voor opgehaald. Nou, op het moment dat ik dat ga delen op die 69, het restant van de bedragen op die 320, dan zou ik dus niet meer op die 100% rendement voor een jaar uitkomen, maar door de te forse stijging van het aandeel Koninklijke Olie zou mijn rendement dus uitkomen op 21,5% in een half jaar. En dan kan het nog steeds zo zijn, op het moment dat ik deze truc nog een keertje vervolmaken in het volgende half jaar, zit ik uiteindelijk natuurlijk toch nog steeds op een rendement van meer dan 40%. Dat is in wezen de optelsom van de verschillende, de combinaties zoals ik die destijds voor december opgezet heb en de combinatie zoals die nu loopt. Nou, ik zie dat de koersen van gisteren, dan was de call optie 38 cent, noteerde die. Dus die hadden we voor 32 verkocht, die noteert nu 38. En die put optie, die stond, of tenminste die hebben we voor 90 cent verkocht, zo moet ik eigenlijk zeggen. En die noteerde gisteren 32 cent, dus die is flink in waarde gedaald. Dus je ziet eigenlijk dat het inzetten van een short strangle, dus van opties, je tot grote en hoge rendementen kan leiden. Maar dat je dus ook een heel strikt geldmanagement moet hanteren om ervoor te zorgen dat je dus niet tegen die onbeperkte of ongelimiteerde verliezen aanloopt. En dat betekent dus altijd dat je er met neus en lippen bij moet zijn om hier vinger aan de pols te houden. Eens even kijken. Nou, het aandeel Koninklijke Olie staat nu, daar had ik net even gekeken, even terug, staat nu op 15,80 euro. Nou, dus dat betekent dat we redelijk in het midden zitten. Hè? We staan zo'n beetje 1,20 euro af van mijn call-optie en we staan 1,80 euro af van mijn put-optie. De looptijd is nog ruim anderhalve maand, hè, want de maartserie loopt dat altijd tot de derde vrijdag van de maand. Dus dat is ook de derde vrijdag van de maand maart. Dus wat dat betreft, ja, ik zou zeggen, niet al te veel bewegen meer dat aandeel Koninklijke Olie, want dan heb ik toch mijn 20% per half jaar gerealiseerd. Maar ik ga niet helemaal het gras voor de voeten van Ronald wegmaaien, want Ronald zal ongetwijfeld een visie hebben over wat het aandeel Koninklijke Olie
moet gaan doen of zal gaan doen. Dus Ronald, als ik jou mag vragen of jij, dan ga ik mijn PowerPoint stoppen. Even kijken. Oh, even kijken. Als het goed is, heb ik nu mijn scherm gestopt met screenen. En dan zou het kunnen zijn als jij gaat share screenen. Ja, ik ga eens even kijken. Share screen. Even kijken. Ja, gaat zeg het even. Zie je het nu? Ja, ik zie het nu. Super. Staat er helemaal in als je ietsje groter nog kan aan de linkerkant. Ja. Ja, ik ga groter. Dit wordt hij niet. Staat erin. Oké. Nou, dankjewel Menko voor je uitgebreide toelichting op Royal Dutch. Ik ga het eigenlijk wel over Royal Dutch hebben, maar ik ga het niet zozeer hebben even nu over de koers. Want er zijn wel wat belangrijkere dingen die ik wel met jullie wil delen, omdat je dan wat meer inzicht krijgt in die groene transitie en zeg maar voor welke beslissingen Shell komt te staan. Maar ik begin altijd even met het aftrappen van de oliemarkt. Dus laten we het daar eerst eens eventjes over hebben. Ik begin altijd met de volgende slide. Het is een bekende slide, maar ja, de variabelen zeg maar, in de olieprijs die zijn is vrij constant. Het is alleen de kunst om ze zeg maar, in te schatten en er een waarde aan te kunnen hechten. Waar ik mijn muis beweeg linksboven, daar zien we Biden. Biden heeft gisteren ook weer nog een keer in het nieuws in Amerika gezegd dat ze dus eigenlijk het winnen van olie en het aanleggen van pijpleidingen door overheidsgrondgebieden. Want heel veel oliewinning zeg maar, gebeurt op privéland. Maar ik dacht dat dat ongeveer 25% was en de rest is federaal, dus overheidsgrondgebied. En daar willen ze dus het moeilijk maken om daar zeg maar, vergunningen te krijgen om te boren naar olie en gas. Nou, dat is allemaal zeg maar, in het teken van het vergroenen. Trump was natuurlijk erg pro-oliebedrijven. Texas, daar moest hij zijn stemmen vandaan halen. En Biden die ging daar 180 graden op zitten in zijn verkiezingen en ook zijn verkiezingsbelofte. En daar is hij nu dus druk mee bezig om die vorm te geven. Daarnaast is er ook een heel groot pakket van honderden miljarden alweer klaargezet, zeg maar, voor die groene ontwikkeling. Daar heb ik ook wat stukken op mijnbeleggen.com al over opgezet. En als dat waarheid gaat worden, dan zul je een versnelling zien van die groene transitie. In ieder geval in bepaalde aandelen die, zeg maar, van bedrijven die in Amerika, zeg maar, erg groen zijn. Daar kom ik later wel eventjes op terug. Kijken we even naar het plaatje van de olieprijs. Ik heb eventjes hier de grafieken. Gisteren werd bekend dat de olievoorraden afgenomen zijn met uit mijn hoofd 5,2 miljoen vaten. Best wel veel eigenlijk. Vorige week was er een kleine stijging van ongeveer 2 miljoen vaten. Daarvoor was het ook allemaal dalen. Dus ja, waarschijnlijk was toch de stijging van vorige week gewoon een uitzondering. En we zien dat de olievoorraden in Amerika tussen de 3 en de 4 miljoen vaten per week afnemen. En waarom dat belangrijk is, is dat dan zeg maar dat we binnen 2-3 maanden zeg maar op het 5-jarige gemiddelde zitten. En dat is weer belangrijk, want als dat het geval is, dan zul je ook zien dat vraag en aanbod in balans zijn. En dan hoeft er maar een klein dingetje te gebeuren. En dan zie je de olieprijzen zich snel herstellen. En dat is natuurlijk uiteraard ook het doel van Saoedi-Arabië en andere OPEC-landen en Rusland uiteraard ook. Is dat die olieprijs toch richting die 50, 60 dollar gaat. Zodat ze daar weer mooie marges mee kunnen maken. Voor de olieraffinaderijen, het plaatje wat daarna komt, waar ik mijn muis beweeg, is het natuurlijk lastig als die olieprijzen omhoog gaan. Want immers, hun eindproducten worden niet meer verkocht. Door corona wordt de mobiliteit natuurlijk aangetast. Het enige wat echt goed doet is containervervoer over de zeeën. Daar wordt meer stookolie voor gebruikt, een diesel. Maar eigenlijk alleen maar het transport per schip gaat goed. Maar kijken we naar de luchtvaart, kijken we naar gewoon de vrachtwagens en het personenvervoer, dan is zeg maar, het gebruik zeg maar, en het verbruik is teleurstellend voor die raffinaderijen. Dus ook de benzineprijzen en de dieselprijzen zijn eigenlijk lang niet hoog genoeg. En daardoor kunnen ze niet genoeg marge maken eigenlijk
En er is ook een overaanbod aan raffinaderijen wereldwijd. Dat is ook nog eens een keer een feit. Dus het komt allemaal niet goed samen. En dat is ook de reden bijvoorbeeld dat Shell moest afschrijven op haar raffinaderij in Louisiana 2 maanden geleden. En dan praat je ook over miljarden tegelijk. Dus ja, de olieraffinaderijen hebben het nog niet goed. En daarom zul je ook niet zien dat die olieraffinaderijen grote hoeveelheden olie in de spotmarkt gaan inkopen. Ze nemen uiteraard wel hun contractuele verplichtingen af. Maar ze gaan niet extra kopen omdat ze denken, we maken even wat extra marge. Dat zal nog een paar maanden gaan duren, wanneer het coronavirus wat beter onder controle is en het vaccinatieprogramma wat verder uitgerold is. Mits natuurlijk de farmaceuten wel de beloofde dosis kunnen leveren. Want daar is natuurlijk wel een probleem op dit ogenblik. Dat er productieproblemen zijn bij Pfizer en nog bij een andere producent. En dan praat je wel over hele vervelende aantallen die nu misgelopen worden. En pas eigenlijk verwachten ze in maart 2021 dat ze de beloofde volumes kunnen gaan leveren. Nou, OPEC Plus, hè, dat is waar ik nu mijn muis beweeg rechtsboven. OPEC Plus, geen nieuws. Die doen gewoon netjes wat ze moeten doen. Ze beperken hun olieproductie. Iedereen houdt zich netjes eraan. En daarom zien we ook een gestage daling van de olievoorraden in Amerika. Kijken we even naar het Midden-Oosten. Het enige belangrijke is dat toch Iran steeds weer in het nieuws komt, omdat ze eisen eigenlijk van Amerika dat ze een stuk van de geleden schade goed gaan maken. En ze willen eigenlijk dat Amerika een bedrag van 70 miljard dollar betaalt vanwege de boycott waar de VS zelf uitgestapt is. Dat willen ze hebben voordat er een akkoord wordt ondertekend. Biden op zijn beurt roept weer, nou, we gaan pas een akkoord ondertekenen wanneer jullie je netjes houden aan de regels en ophouden met het smokkelen van olie. Dat gaat dus niet snel een succes worden. Iran hoopt op een makkelijker akkoord weer te gaan sluiten met Biden dan met Trump. Maar er zijn natuurlijk ook nog wat haviken in Amerika, zoals ze dat noemen. En die zijn toch echt voor hele strikte naleving. Dus ik verwacht niet dat er op korte termijn, en eigenlijk ook niet in 2021, heel veel extra olie uit Iran gaat komen door het sluiten van een atoomakkoord. Kijken we dan even nog naar de scheepvaart. Nou, daar zijn de vrachttarieven nog steeds laag, omdat de prijzen in de toekomst lager zijn dan de prijzen nu in de markt. Dat heb ik vorige keer al behandeld. De olievoorraden heb ik behandeld. Dus ja, wat betekent dit nou? Eigenlijk niet zo heel veel anders dan de vorige week. De traders die nemen geen grote olieposities in. Hè. Dat is natuurlijk niet handig als de prijzen in de toekomst lager zijn dan dat ze nu zijn. De traders huren dus ook geen VLCC's, hè, de Very Large Tankers, de Crude Carriers. Omdat het ook geen zin heeft natuurlijk om een boot te laden met olie 2 maanden op zee te leggen en vervolgens met verlies te verkopen. Daarom gaan ook de charter rates van de olietankers omlaag. Dus ik heb ook gewaarschuwd niet beleggen in transport en logistiek van olie. En dan met name zeg maar de scheepvaart. De raffinaderijen, dat zei ik net al, die kopen geen olie op de spotmarkt. Nauwelijks extra bovenop hun contractuele volumes. Want ze maken geen winst en ze verkopen nauwelijks kerosine. Dus je maakt wat je verplicht bent af te zetten en dat is het. Heel belangrijk is die snelheid. Die uitrol van die vaccinaties, het is uitgebreid op het nieuws geweest. Nederland heeft er last mee. In de EU zijn dan ook weer bepaalde aantallen doses doorverkocht aan andere landen. Wat tegen de afspraak was. Het is moeilijk om bij te houden hoeveel er nu precies beschikbaar komt voor welk land. Wat we wel zien is dat door die productieproblemen in ieder geval de uitrolstukken langzamer zal gaan. En dat ze nu weer aan het nadenken zijn met die mindere dosis welke groepen ze dan eerder moeten gaan beleveren. Dus de uitrol van de vaccinaties gaat ook wel van invloed zijn op de stemming op de beurzen. En dat beïnvloedt ook, zeg maar, ook de prijs van de olie op een bepaald moment. Goed. Terug eventjes naar het onderwerp Shell, waar Menko ook al over verteld heeft. Is ja, de oil majors moeten gaan kiezen. Dus ik heb het eigenlijk niet eens alleen maar over Shell, maar ook over BP en Esso. Maar wat natuurlijk wel leuk is dat binnenkort, dat is dan op 11 februari, Shell gaat komen met haar beleggingsdag en de nieuwe strategie van de richting 2030. Maar waar moet ze dan tussen gaan kiezen? En dat is eigenlijk waarom je ook zo lang niks hebt gehoord van Shell, waarom ze wel of niet gaan kiezen voor duurzaam waterstof, LNG, windparken, of dat ze gewoon toch ouderwets geld blijven pompen in hun olievelden. Wat zijn die keuzes dan? Nou, laten we dan eens even één voor één kijken van wat die keuzes zijn.
uiteindelijk gaan ze investeren in olie? Dat is natuurlijk wel een belangrijke vraag. Ze hebben immers heel veel olievelden in hun bezit. Die reserves die staan allemaal in hun boeken. Hè? Dus dat is allemaal bezit wat nu nog niet contant geld is, maar wat wel contant gemaakt moet worden. De vraag is dus, wil je nu zeg maar veel geld in olie gaan stoppen? Nou, ik heb even een paar plussen en minnen gezet. Aan de linkerkant dan de pluspunten. Zoals jullie waarschijnlijk weten, is de marge op oliewinning 20-30% voor een oil major. Terwijl dat eigenlijk voor een duurzaam zeg maar windpark maar tussen de 3-4% zit. Dus ja, als je dat weet, dan snap je ook wel dat de grote oil majors nog niet van olie af willen. Dat staat even los van de hele milieudiscussie. Want ik ben ook van mening dat we van olie af moeten. Maar je moet wel reëel zijn of dat kan. En voorlopig kan dat helemaal niet. We kunnen wel boos zijn, zeg maar, hè, of teleurgesteld dat we het zover hebben laten komen met z'n allen. Maar om dan meteen degene af te schieten die zeg maar alles gemaakt heeft waar wij op gereden, gevlogen en gevaren hebben, dat is een beetje kort door de bocht. Ja, dan die raffinaderijen. Kijk, als je natuurlijk je olie zeg maar niet meer gaat winnen en je gaat steeds meer olie maken, dat betekent op een gegeven moment dat je eigen raffinaderijen, kijk bijvoorbeeld naar Europoort, waar voor honderden miljarden raffinaderijen staan met al hun complexen en de chemische fabrieken die er nog aan gelieerd zijn. Ja, die raffinaderij krijg je dan nooit meer op volle doorzet. Hè? Dan gaat de raffinage van 95% naar 80% naar 50%. Dus je schrijft niet alleen maar af op je olie, maar je schrijft ook af op de waarde van je raffinaderijen. En Shell heeft het al gezegd, hè, dat ze dus inderdaad teruggaan naar 5 grote energiecomplexen. En dat is dan zeg maar Europoort, die zit daar ook in. En het doel daarvan is eigenlijk om meer zeg maar kosten te besparen door de integratie van de olieraffinaderijen met de chemische fabrieken. Daar kom ik nog later eens een keer op terug, maar dat is dus eigenlijk de grote beweging die gaat komen ook richting 2030. Dus daar verwacht ik ook wel wat van te gaan horen op 11 februari van bijvoorbeeld Shell. Ten derde, waarom zou je in olie willen gaan zitten met je geld? Nou ja, het is natuurlijk jouw gewoon specialisme. Zo makkelijk is het helemaal niet om te boren naar olie. Dan naar boven halen, dat is ook nog een dingetje. Dan moet je het veilig vervoeren en opslaan. En dan moet je nog heel veel tankstations hebben om de vrachtwagens en de auto's erop te laten rijden. Dus dat is ook een reden waarom ze wel degelijk in olie zouden moeten investeren. Kijken we dan even naar de rechterkant. Waarom zou je het dan niet doen? Waarom zou je minder investeren in olie? Nou, ten eerste, het is slecht voor je imago. Als je zegt dat je op een kwartaal bijeenkomt gaat zeggen dat je nog meer geld in olie gaat stoppen, dan krijg je niet de handen op elkaar. Wel de mensen die denken van, nou, dan krijg ik in ieder geval meer dividend, maar dat wordt niet te hardop uitgesproken. Ja, geef je het geld uit aan olie, ja, dan aan de andere kant heb je minder geld om in te gaan zetten voor investeringen in de groene transitie. Dus dat is niet alleen lastig voor je imago. Maar je wordt waarschijnlijk ook ingehaald door andere oil majors die wel die keuze maken. Dus dat maakt het ook nog eens lastig. Ja, wat ook lastig is, is die investeringen, die zijn allemaal, zeg maar, die je moet gaan doen. Dat zijn afwegingen tussen aan de ene kant, zeg maar, dus de olie. En de andere kant is dan niet doen olie. Maar als je niet doet olie, ja, hoe ga je dan 20-30% marge maken? Ga je dat met waterstof bereiken? Ga je dat met LNG bereiken? Lastig. Dus je geeft een stuk zekerheid op. En dat vinden aandeelhouders vaak vervelend. Die willen dat helemaal niet horen. Die willen zekerheid. En dan bedoel ik dus eigenlijk dat ze willen zekerheid over de inkomsten over de komende 5 jaar. En de strategie die bepaalt uiteraard hoe ze dat gaan doen. Dus kort om, er zitten plussen en minnen aan olie. Laten we eens even gaan kijken hoe zit dat dan bijvoorbeeld voor een product als aardgas. LNG, hè, Liquefied Natural Gas, daar staat het voor. Is een ander product en de marge, zeg maar, is daar veel volatieler. En dat komt eigenlijk enerzijds doordat aardgas, zeg maar, gebruikt wordt veel voor het verwarmen in de winter en juist voor airco's, het koelen in de zomer. Nou, weer laat zich niet makkelijk voorspellen, dat weten we allemaal. In het Verre Oosten zijn ze vorige maand verrast door een hele koude polar vortex, zoals ze dat mooi noemen. Temperaturen die sinds 1966 nog nooit zo laag waren. En ze betaalden opeens letterlijk 5-6 keer zoveel voor hun aardgas dan normaal. Dus dat bewijst al dat zeg maar de prijs van LNG voor een groot deel beïnvloed wordt door het klimaat.
Waarom zou Shell dus investeren in LNG? Nou ja, goed, hè, een marge van gemiddeld, hè, laten we zeggen 10-15% is nog prima. Dus dat zou je zeker moeten doen. Ten tweede, door alle rapporten blijkt toch wel dat we ergens rond de verdubbeling gaan zitten van de vraag naar aardgas richting 2040. En wanneer Biden zijn zin krijgt, dan denk ik dat het nog wel eens een keer een stuk hoger kan liggen. Omdat aardgas nou eenmaal een van de weinige energiebronnen is die minder vervuilend is dan olie en kolen. Maar wel 24/7 zeg maar, basislast energie kan leveren. En uiteindelijk hebben we dat gewoon nodig, want de zon schijnt niet altijd en de wind waait ook niet altijd. Waarom je dus ook nog in LNG zou kunnen investeren is dat je in ieder geval tegen je publiek kan zeggen dat in plaats van 100% uitstoot hebben we dan maar 50% CO2 uitstoot. Dus je probeert daardoor wel de CO2 uitstoot omlaag te krijgen. Waarom zou je het niet doen? Dat staat aan de rechterkant. Ja, doe je dat niet, ga je weer nog extra investeren in LNG. Heb je net zoals met olie minder geld om te investeren in renewables. Waar eigenlijk het grote publiek allemaal op zit te wachten. En uiteindelijk ja, kan het tegen je gebruikt worden dat je weer investeert in toch een fossiele brandstof. En dat je niet op zoek bent naar een zero CO2 uitstoot grondstof. Als waterstof of getijden of hydro of wind of zon of wat dan ook. Dus daar zitten ook weer plussen en minnen. Laten we dan eens kijken naar het veelbelovende waterstof. Is dat dan een optie voor Shell? Nou, je zou zeggen in principe dat dat een mooi product zou zijn. Alleen daar zitten ook nog behoorlijk wat haken en ogen aan. Kijk, aan de linkerkant heb ik een paar plussen gezet. De plussen zijn eigenlijk dat waterstof zich eigenlijk gedraagt als een gas. Het is ook een gas. Hè? De waterstof wordt gemaakt van C1. Simpelste molecuul eigenlijk in het universum. Dat is ook wel grappig. En dat blijkt dan ook weer straks het mooiste product te zijn voor het universum. Dus dan is het cirkeltje wel rond. Maar waarom zou nou Shell in waterstof moeten gaan zitten? Hè? Want heel veel bedrijven zouden ook die kapitaalkrachtig zijn daarin kunnen gaan schuiven. Maar omdat waterstof een gas is en aardgas is ook een gas. En aardgas zichzelf hetzelfde gedraagt waterstof. Dus waterstof en gas zijn maar niet alleen maar qua product zeg maar, best wel te vergelijken. Al moet je zeg maar, qua druk en koeling moet je het wel even anders aanpakken. Maar het wordt allebei door pijpleidingen, oude aardgaspijpleidingen zeg maar, wordt het vervoerd. Dus zeg maar, de kennis die ze hebben van het vervoeren van aardgas, dat is ook heel waardevol voor het verkennen van en het vervoeren van waterstof door de oude aardgaspijpleidingen straks. Daarbij komt ook kijken dat het hele spelletje van zeg maar het leveren van aardgas zeg maar op piekuren, op daluren, basislasturen, dat is ook allemaal zeg maar, van toepassing voor aardgas. Dus ze hebben ook daar een waterstof. Dus daar hebben ze ook een voorsprong. De handel in aardgas, in Europa hebben ze de Balancing Point in het UK, ze hebben de TTF-markt in Nederland. Dat zijn allemaal virtuele hubs zeg maar, waar aardgas wordt geleverd. Straks gaat het allemaal een waterstofhub worden. En dat werkt ook werkelijk één op één als zeg maar, de aardgashub. Dus ook daar heeft Shell heel veel voorsprong, heel veel ervaring met het handelen in aardgas. En ze zaten samen met Esso en de GasUnie zeg maar, als één partij zeg, bij het gas van Slochteren. Ze hebben daar heel veel kennis in de afgelopen 50 jaar over opgedaan. En dat is ook niet zomaar in te halen door de concurrenten. Dus maar ja, je moet investeren, denk ik, in dingen waar je wat verstand over hebt. En vergeet ook niet dat er veel waterstof ook in Europoort door Shell zelf wordt geproduceerd voor het kraken van hun olie. Dus daar hebben ze de HICON staan, dat staat voor hydrocracker. Ja, en dat het woordje hydro, dat zegt het al van hydrogen en dat is waterstof. Dus Shell heeft veel kennis, zeg maar, al over aardgas en zelfs ook over waterstof. Daarom zitten ze ook in al die pilots en die samenwerkingsverbanden om zeg maar dat stukje toegevoegde waarde te benutten om straks toch een van de eerste spelers te kunnen zijn in de waterstofmarkt. Het is wel kapitaalintensief, want de kleine pilotfabriekjes die nu worden gebouwd, die zijn maar een duizendste zeg maar, van de capaciteit die ze straks moeten gaan bouwen met een world scale plant. Dus daar heb je werkelijk heel veel geld voor nodig. Het doet wel zeg maar, een aderlating op je cashflow. Dus mocht je eenmaal beslissen massaal en groot te gaan voor waterstof, dan blijft er nauwelijks geld meer over om nog in wind en zon en olievelden te gaan zitten.
Dus daarom zie je ook dat ze nog niet die grote sprong naar waterstof durven te maken. Het is natuurlijk wel goed voor het imago van Shell. Als je nu zegt dat je in ieder geval, dat zie je ook in de kranten, ik hou dat wel bij, maar ik denk dat er nu al in Europa een stuk of 10 fabrieken staan, al dan niet geïntegreerd bij raffinaderijen, al dan niet als proeflocatie in combinatie met zonne- en windenergie, om waterstof te maken. Meestal wordt dat door de beleggers wordt dat omarmd. Aan de andere kant, dit zijn echt hele kleine fabriekjes en vaak alleen maar om ervaring op te doen. Het is gewoon nodig in het proces om te komen naar waterstof. Het mag ook geld kosten, want kennis kost vaak geld. Eerst gaan de lasten en daarna pas de baten. Maar imagotechnisch zou je graag, zeg maar, als Shell gelinkt worden aan waterstof. Goed, nou, waarom zouden ze dat dan niet doen? Nou, dat is dan op de rechterkant, heb ik dat proberen te verwoorden. Waterstof is nog veel te duur. Dus er is eigenlijk geen reden voor Shell om nu heel snel in waterstof te gaan stappen. Er zijn allemaal wel aannames van als de technieken zich doorontwikkelen en nog heel veel mooie verhalen, maar zonder subsidies, en dan hebben we het over honderden miljarden subsidies, is waterstof helemaal niet een concurrent voor fossiele brandstof. Maar dat heb ik al een keer aangegeven. Je kunt natuurlijk op twee manieren zorgen dat een product gaat slagen. Enerzijds door de subsidie onder te duwen. Ja, dat hebben we ook met windmolenparken gedaan. Die werden ook in het begin gesubsidieerd. En toen opeens kwam Vattenfall. En die zei van, joh, ik kan zo'n goede prijs nu betalen voor de energie, dat er geen subsidie meer nodig is. En sindsdien hoeft de overheid ook bij het ontwikkelen van die parken ook geen subsidie meer uit te keren. Dus op zich werkt het wel, subsidies. Aan de andere kant kun je natuurlijk ook ervoor zorgen dat, zeg maar, de producten die vervuilend zijn, dus de concurrenten eigenlijk van waterstof, dat je die duurder gaat maken. Dat kan enerzijds door gewoon heel simpel een verhoging op de benzine of een accijnsverhoging. Maar het kan ook, zeg maar, door een prijsverhoging van de CO2-certificaten die vervuilende industrie moet inkopen als compensatie voor haar CO2-uitstoot. Dus het zou zomaar kunnen dat de huidige waarde van ongeveer 27 euro van een CO2-certificaat over 2 jaar 100 is. Ja, en als je dan het rekensommetje gaat maken, dan blijkbaar wordt waterstof toch weer wat aantrekkelijker. Maar het zijn allemaal aannames en dat is nog best ver weg. We praten echt wel over 2030 voordat we daar echt heel concreet iets over kunnen zeggen. Maar in 2025 moet in ieder geval het speelveld wel wat duidelijker gaan worden. Anders wordt er niet geïnvesteerd, in ieder geval niet voldoende in waterstof. En in mijn optiek gaan we dan ook niet de CO2-reductie halen die is afgesproken in het Parijse akkoord. Dat de hoogte van de subsidies niet duidelijk is, dat komt omdat we altijd maar hebben over renewables. Hè. Als de EU heeft nu 1000 miljard klaargezet voor de komende jaren, maar dat is niet bepaald dat zoveel gaat er naar wind, zoveel gaat er naar zon, zoveel gaat er naar CO2-opslag. Het is een hele grote pot waar iedereen iets uit kan halen. Mits die, zeg maar, een project heeft wat leidt tot vermindering van CO2-uitstoot. Maar je moet op een gegeven moment natuurlijk ook wel, als je een waterstoffabriek gaat bouwen, wel weten op welke subsidie kan ik regelen. En daarbij, dan schakel ik meteen door naar het derde punt, is het ook wel belangrijk van wat zijn nou die kosten als ik het nou eenmaal maak, dan moet ik door een pijpleiding heen. Nou, dat is al lastig, hè? Dat hebben we nog helemaal niet, een pijpleiding met, tenminste niet in Nederland, zeg maar commercieel, met waterstof die er doorheen gaat. We hebben ook nog geen opslag van echt formaat bij Vopak of van Ommeren of bij TTR of ergens liggen, die inzicht geeft in wat de opslagkosten nou zou zijn per metrische ton van waterstof. Dus er zijn nog heel veel onbekende elementen en dat moet toch echt duidelijk gaan worden. Dus daarom zullen overheden en bedrijven meer moeten gaan samenwerken om die kosten duidelijk te krijgen. Want het zijn zulke grote investeringen, is dat als blijkt dat uiteindelijk je fabriek gebouwd wordt, maar de waterstof is te duur, dan zullen die bedrijven gaan kijken naar de overheid en die zegt, ja, jullie hebben al honderden miljarden subsidie gekregen. De bedrijven die kunnen natuurlijk niet met veel verlies al hun waterstof gaan verkopen. En dan wordt het elkaar aanstaren en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus daar is nog best wel wat werk te doen. En dat verklaart dan ook volgens mij precies ook de reden waarom we zo lang hebben moeten wachten voor de duidelijkheid die Shell geeft over haar toekomstige koers. Want geven we het geld uit aan olie, dan maken we korte termijn heel veel winst.
Maar lopen we achter bij het streven, zeg maar, om zo snel mogelijk de CO2-uitstoot te verlagen. Aan de andere kant investeren we helemaal niet in olie, maar zouden we, zeg maar, heel snel gaan gokken, bijvoorbeeld op waterstof, dan is er een hele grote kans dat we gewoon een energieprobleem krijgen. Omdat een feit wel boven tafel blijft, is dat we steeds meer energie verbruiken door onze computers, door de laptops, door de auto's, de middenklasse in de wereld steeds meer gaan rijden. En we dus wel degelijk, zeg maar, een constante bron van energie nodig hebben wanneer de zon en de wind niet waait. Goed, tot zover, want anders loop ik ook uit de tijd, zie ik. Laten we even kijken dan. Nou, wat zijn dan die tegenstrijdige belangen? Ik heb ze maar even uit elkaar getrokken. Dus olie tot 2040 blijft gewoon hard nodig. Shell kan daar heel goed aan verdienen, BP ook, alle oil majors. En je ziet ook dat ze wel zeggen dat ze, zeg maar, minder zullen gaan produceren. Maar dat is logisch, omdat alle olievelden, zeg maar, qua productie door de tijd heen minder produceren. Dus als je niks doet, ga je sowieso minder olie produceren. Dus als je nu 100 eenheden olie produceert, over 10 jaar produceer je, zeg maar, 80. Ja, wat zeg je dan tegen de pers? Je kunt dan heel simpel zeggen, ik ga er geen 100 investeren. Ik ga een heel klein beetje investeren, dan wordt 80, wordt 90. Maar tegelijkertijd kan ik dan toch zeggen dat ik dan minder dan 100 produceer. Dus dan komt het toch weer beter over. Goed, dat olie een slecht imago heeft, dat wisten we al. Hè? Dus er is veel respect te verliezen, dus daar moeten ze mee oppassen. Kijken we naar LNG, dan zien we dat veel te geld te verdienen valt. Dat komt meer eigenlijk omdat de vraag verdubbelt. Aan de andere kant kun je afvragen waarom Shell heel veel, zeg maar, hier moet investeren, terwijl Saudi Aramco, die heel dicht op goedkoop gas zit, veel grotere gasfabrieken kan bouwen en veel goedkoper dan Shell of een andere oil major ooit zal kunnen. En als laatste, zeg maar, waterstof. Ja, degene die het eerste erbij zijn, die zullen waarschijnlijk de beste zijn, de meeste marge kunnen maken. En daarna zul je ook zien dat waterstof weer gewoon een commodity wordt en de marges zullen dalen. Aan de andere kant, wat ik al heb uitgelegd, door het ontbreken van juridisch kader en speelveld en kosteninschatting van transport, opslag, et cetera, is een hoog risico en de risico's blijven ook hoog. Dus gaan we eventjes verder kijken. Hoe kun jij Ronald, verdienen? Mag ik even onderbreken, want ik heb een tweetal vragen die ook over deze sheet gaan. Jos stelt een vraag, die zegt, wat wordt de rol van uranium in het energieverhaal? Nee, wacht even. Ja, wat is er? Ronald, hoor je mij? Ja, wat zeg je? Even wachten, Menko. Ja. Nee, nu moet je belletje aan het lopen. Ja, sorry, wat even telefoon. Ja. Ik krijg één vraag tussendoor van Jos. Die vraagt je, wat wordt de rol van uranium in het energieverhaal? Wat bedoelt hij dan met de batterijen waarschijnlijk? Is dat het? Nou, ik denk, laat ik zeggen, in het hele verhaal misschien ook met de groene transitie of de bronnen van energieleveringen. Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook niet de expert. Ik heb wel wat gelezen van Tom Lassing, zeg maar. En ik ben daar nog niet zo ver dat ik daar echt een goede uitspraak over kan doen, wat uranium daarin gaat betekenen. Zeg maar, je ziet al van deze slides dat het al heel moeilijk is om alle regels en alles te gaan, zeg maar, snappen, waardoor je kunt zien waar die toekomstige trend naartoe gaat. Dus dat vind ik al lastig genoeg. Dus eerlijk gezegd, misschien dat Tom die vraag op mijnbeleggen.com, die is heel erg positief over uranium. Dus laten we die vraag daar nog eens even stellen. Ja, en met name dan eigenlijk, hè, want Jos geeft als aanvulling kerncentrales, heeft hij het over. Ja, dat klopt. Er zijn ook heel veel nieuwe technieken die zeg maar besproken worden. En dat sluit ook een beetje aan bij het eerdere wat ik al gezegd heb. Is omdat je naast wind en zon heb je, zeg maar, basislast noemen ze dat. Dus gewoon dat je evenveel vermogen, zeg maar, levert, zeg maar, op elk uur. Hè? Want 's nachts dan is er meestal geen zon en ook geen wind. Maar ja, je hebt geen schone CO2-vrije energie. En dat is kernenergie wel. Alleen daar is natuurlijk dan weer het afval een probleem. En er zijn er allemaal wel technieken, maar het zijn nog geen bewezen technieken. En het is ook best wel duur.
uit onderzoek komt naar voren dat kernenergie jaar na jaar na jaar duurder wordt, terwijl juist wind en zon en andere producten juist steeds goedkoper worden. Dus dat staat haaks op elkaar. Dus ik zie wel een rol voor kernenergie als overbrugging, zeg maar, in de periode richting waterstof. Maar ja, de investeringen zijn groot. En feit blijft natuurlijk wel, of we het leuk vinden of niet, maar grote landen als Duitsland en zo, die hebben het gewoon helemaal afgezworen. En ik zie ze daar ook niet op terugkomen. Ja, alleen in Frankrijk is hier wat kerncentrale ontwikkelingen. Maar ik denk dat de rol relatief bescheiden zal blijven. Ook sluit ik niet uit dat er wat enkele nieuwe kernfabrieken bij zullen komen, kerncentrales. Okay. Maar daar zal het niet van moeten komen, hoor. Het zal dan toch echt van aardgas moeten komen of een andere energiedrager. Ja. Ja, oké. Okay. En ik zie hier ook een vraag van Constance. Die vraagt, bepaalde oil majors, zo moet ik daar zeggen, of andere, die zijn goed gepositioneerd of sommige zijn beter gepositioneerd. Zou je kunnen aangeven welke oil majors dat dan zijn? Ja, nou, ik heb het ook al denk ik al een paar keer geschreven. Ja. Dat het, dat we hebben Shell aan de bovenkant zitten vanwege hun grote aardgasportefeuille. En ook gewoon de kennis met de raffinaderijen en de waterstof maken. De kennis van aardgas in combinatie met Esso en de overheid met Slochteren. Dat zijn zeg maar de dingen waarom ik denk dat ze voor de toekomst goed gepositioneerd zijn. Plus een hele sterke cashflow. De beste zelfs van alle oil majors. Dus daarom staat Royal Dutch op 1. Total staat voor mij op nummer 2. Omdat ze van aardgas, dat ze eigenlijk van, ik dacht dat ze nu ongeveer op 25 een miljoen ton aardgas zit en ze gaan dat verdubbelen richting 2040. Dus die gaan ook groot worden in aardgas en daar geloof ik wel echt in. En Total onderschrijft ook eigenlijk als enige de alle afspraken die Parijs ook onderschreven heeft. Dus eigenlijk is Total, als je kijkt naar de praktijk, de allergroenste partij. Dus dat zijn eigenlijk de twee beste. En dan heb je nog bijvoorbeeld een Equinor, dat was de vroegere Statoil in Europa, die veel op groen inzetten. En ik denk dat de Amerikaanse, zeg maar, oil majors, die doen het eigenlijk het allerslechtst. En dat is gewoon omdat ze de Amerikaanse aandeelhouders, die willen dat ze veel dividend krijgen van hun aandelen. En het interesseert ze dus ook eigenlijk niet of ze die groene transitie zo snel mogelijk maken. Ze zien liever dat er veel winst wordt gemaakt uit olie. Dus vandaar. Dus dat is eigenlijk de top in die lijst. Ja? Mooi. Nou, dat zijn al hele goede tips, denk ik, ook voor Constance. En ja, ik zie hier op jouw sheet, maar dat kun jij beter vertellen dan ik. Maar wil je daar wat meer informatie over, hè, dan kun je natuurlijk altijd naar de site van Ronald gaan. Maar misschien dat ik het woord aan jou geef, want jij kan dat beter uitleggen dan ik, Ronald. Nou ja, dus even heel snel eigenlijk de tips. Hè, van is dus wat je moet doen, denk ik, is niet gokken alleen op olie of LNG of waterstof. Maar je moet ze eigenlijk gewoon alle drie in je portefeuille nemen. Omdat ik denk dat ze alle drie het gewoon goed gaan doen. En dat heb ik al denk ik een beetje uitgelegd in het verhaal. En ik zou ook gaan kiezen voor grote bedrijven en geen kleine bedrijven met veelbelovende technieken. Want die zijn nog helemaal niet bewezen. En het risico daarvan is groot. En daar moet meer over bekend worden. Nou, voor de mensen die het leuk vinden, dit heb ik al vaak genoeg laten zien. Hè. Je kan ook gewoon een gratis proefabonnement nemen. En vind je het leuk om die transitie van olie, LNG en waterstof mee te maken in de komende 5 tot 10 jaar. En je wil daar geld aan verdienen, dan kun je daar terecht. Maar eigenlijk heb ik daar een vraag in Menko over. Dat hadden we ook afgesproken aan het eind van deze presentatie. Mijn vraag eigenlijk aan de mensen die nu luisteren is, wat gaat nu Shell onthullen in hun nieuwe strategie? Wat denk jij? Nou, als ik dan eventjes aan de deelnemers vraag, hoe kunnen we dat eigenlijk het beste formuleren, Ronald? Laat de mensen eens gewoon intypen gewoon van waar denken ze nou dat Shell zo meteen mee op de proppen komt, bijvoorbeeld. Oké, nou, ik zal een aantal dingen opnoemen. Ik zie hier dat Bertrand bijvoorbeeld zegt groen, groen, groen. Dus die groene transitie, dat met name op de voorgrond zal komen te staan. Het inzetten op groene energie zie ik hier inderdaad ook voorbij komen. Dus dat ligt allemaal in lijn met zoals jij ook de visie hebt
op de dag zelf. Maar ik zie hier ook, waterstof zie ik voorbij komen, LNG, combinatie van LNG, waterstof en omzetten van olie in gas. Dan moet ik even snel blijven praten. Ik zie hier waterstof, ik zie het inzetten om de olie verder af te bouwen, volgens Onno. Shell is al bezig met laadpalen in Berlijn en in Londen te kopen, dus meer in het groene in het groene segment, dus die laadstations inderdaad. Dat was geloof ik afgelopen week in het nieuws, Ronald. Dat heb ik op de sites gezet. Ja. Hè, waar die 2700 laadpalen die ze dan zeg maar deels publiekelijk, deels op de openbare weg gekocht hebben. Dat was dan in Duitsland. En dat heb ik ook al uitgelegd, al ik denk 2 seminars eerder. Is waar het natuurlijk in de toekomst om gaat, is dat je zoveel mogelijk contact hebt met je klanten. En ja, of ze dan auto rijden met waterstof of op elektriciteit, hè, of nog steeds met benzine, hè, voor een lange periode ook nog. Dus dat is voor Shell helemaal niet belangrijk, als je maar, zeg maar, aan hun verbonden bent. En data wordt steeds belangrijker. Ze krijgen dan ook inzicht in de beweegpatronen. Ze weten wanneer er weer getankt moet worden. Ze weten wat mensen doen. Hè. Al die data, die metadata, big data, is ook weer te verkopen. Hè, voor marketingdoeleinden. Maar uiteindelijk wie de klant heeft, dat is natuurlijk in een zeer competitieve markt altijd al zo geweest. Die overleeft. Maar je kan wel natuurlijk alles maken. Zeg maar mooie grote waterstoffabrieken, et cetera. Maar stel dat je niet de distributie hebt. Wat gebeurt er dan? Dan krijg je bezoek van de grote Shell en die zegt, nou, ik wil al die waterstof wel afnemen voor de helft van de prijs, want je kan het toch niet kwijt. Ja. En dat is de reden dus dat BP, hè, die heeft al gezegd, ik wil van 20 naar 40.000 stations, hè, over de wereld, Shell van 30 naar 50.000. En dat is het spel wat nu gespeeld wordt. Dus zodra er een partij is in de markt met vele laadpalen, dan gaat dat de winnaar van de toekomst mogelijk zijn op distributiegebied. En als je zeker weet dat je je klanten hebt, ja, dan durf ik ook wel mijn waterstoffabriek te bouwen. Want dan weet ik dat ik het kwijt kan. Maar zeker als je nog geen klanten hebt, ja, wie durft er dan zo'n grote fabriek neer te zetten zonder dat je weet dat je het kwijt kan? Ja, exact. En wat dat betreft is olie natuurlijk, of koninklijke olie, de Shell, uitstekend gepositioneerd. Hè? Om de snelweg of om het station wat je voorbij een snelweg voorbij rijdt, bij wijze van spreken, daar staat die hele Schelp en ook natuurlijk in elke stad vrij prominent aanwezig. Dus het distributiekanaal, dat is verzorgd, hè? Dat staat. Ja. Maar denk je dan ook dat met name het oliegebeuren minder gaat en dat daar het waterstofgebeuren en de energie, dus ook de laadpalen, eigenlijk de grootste factor gaat worden? Nou ja, meestal is het ze schakelen op 6 borden tegelijk uiteraard. Maar als je de klanten niet hebt, zeg maar, dan kun je in het begin niet beginnen. Kijk, met elektriciteit was het vroeger ook zo. Wilde je elektriciteit hebben, dan woonde je in Rotterdam, dan moest je naar Eneco, weet je wel. En die lachten zich helemaal suf. Pas jaren later, decennia later, kon je gaan kiezen. En toen is die markt heeft zich ontwikkeld. Maar je zult ook zien bij de markt in waterstof, dat er zullen op een gegeven moment 1 of 2 fabrieken zijn die waterstof maken. Maar degene die gaat tanken, die bepaalt uiteindelijk waar die gaat tanken. Ja, is dat op een Shell station, dan kan je daar waterstof krijgen. Maar heeft Shell geen waterstof daar om te tanken, dan gaan ze naar een BP-station. Dus het is wel, zeg maar, voor de concurrentiepositie van Shell heel belangrijk dat ze wel bij de top 3 zitten qua aantal tankmogelijkheden. Dus daar gaat heel veel aandacht voor komen. Maar ja, dat doen ze al. Je ziet het al door die overname die vorige week plaatsvond. Dus ja, zodra er een kans is, dan springen ze er ook echt op in. Ja, Ronald, zonder meteen heel erg uit de tijd te lopen, maar ik zie hier nog wel een interessante vraag waar ik zelf nog niets van gehoord heb. En wij doen deze sessie toch al met z'n tweetjes een aantal keren. Ja. Maar Serge, Henri, die zegt, ze zijn bezig te experimenteren om een bepaald percentage waterstof te mengen met gas. Ja, dat is al bekeken, hoor. Dat is, en dat ligt tussen de 2 en de 20%. Ze weten zeker dat 2% mogelijk is. Alleen de vraag is van, waarom zou je, en dat is, dan zeg ik het misschien wat hard, maar waarom zou je in vredesnaam het willen? Hè, want waterstof is veel duurder dan gas. En dan ga je in een gaspijpleiding waterstof doen. Eigenlijk is het een zinloos iets, om het zo maar te zeggen. Dat is tenminste
van de mensen met wie je erover praat en leest wat meer, is ja, het wordt gebruikt eigenlijk meer als test. Die 2% hè, waterstof, ja, daar kun je dan mee gaan testen, dat is het meer. Maar het is eigenlijk niet zinnig, laat ik het dan zachtjes zeggen, om een duur product als waterstof te gaan mengen met gas. Want je moet dat waterstof moet eerst duur worden gemaakt, dan moet je het ook nog duur gaan vervoeren. Dan moet je het opslaan, samen met gas op gaan slaan. Maar ja, die waarde van die waterstof, die gaat dus eigenlijk richting de aardgaswaarde. Dus eigenlijk vernietig je gewoon waarde. Dus ja, het wordt wel gezegd dat dat zou dan richting huishoudens en zo kunnen gaan. Maar dat is niet waar, want de huishoudens die maken gebruik van een heel ander pijpleidingennetwerk dan de grote industrie. Dus ja, met alle respect, ja, het klopt wat je zegt, Serge, het klopt echt, maar het is niet zo dat daar nou heel serieus naar wordt gekeken. Als je te veel waterstof zou hebben, zou het bijgemengd kunnen worden, maar commercieel gezien is het niet echt niet verstandig. En misschien mag ik nog een laatste vraag stellen, Ronald, want je hebt natuurlijk een beursontwikkeling, daar heb je mee te maken. Koninklijke Olie, de Shell, is prominent aanwezig in de AEX. Ja. Je hebt ook te maken met het feit dat volgens mij dan krijg je de wintereffecten en de zomereffecten. Dus niet alleen met het verbruiken van brandstof, maar ook het rijden. En wat straks na corona ook wel weer gaat opgepakt worden. God weet wanneer het is, maar oké. Maar verwacht jij ook bijvoorbeeld richting de zomer dat er dan dat een impact kan hebben? Is er een soort, laat ik zeggen, zomereffect in het aandeel Koninklijke Olie? Dat er dan meer verbruikt of juist minder verbruikt gaat worden? Even kijken. Er is een effect. Kijk, immers er wordt, dat noemen ze ook in Amerika, noemen ze de driving season. Hè? Dat betekent dat in maart, april wordt er heel veel benzine gemaakt, omdat vanaf mei de Amerikanen veel gaan rijden. Dus je ziet wel dat het brandstofverbruik in de zomer en met de vakanties hoger ligt. Maar het is niet zo dat dan dus maar de marge, zeg maar, op benzine groter is. Dat is de combinatie olieprijs, benzineprijs. Dus het is niet zo, zeg maar, dat de resultaten van een grote oil major veel beter zijn in de zomer doordat er meer gereden wordt. Is dat het antwoord op de vraag? Ja, ik stond op mute toen je aan het praten was. Maar inderdaad, dat is het antwoord op de vraag. Nou, ik denk dat het verstandig is voor de mensen die hier het webinar gevolgd hebben en wat meer uitgebreide informatie willen, om naar jouw website te gaan, oilexpert.nl. Ook te vinden op mijn.belegger.com. Daar ben je ook regelmatig aanwezig met updates. Maar goed, ik denk dat op het moment dat je zo'n gratis abonnementje is bij Ronald afneemt om te beginnen, dat je daar wat meer informatie krijgt over wat de zienswijze en de denkwijze is. Dus wat dat betreft, dan kan ik dat van harte aanbevelen. Even kijken, ik zie dat Hans al zegt bedankt voor de presentatie. Nou, graag gedaan, Hans. We hopen dat we een stukje inspiratie gegeven hebben. Even kijken, heb ik alle vragen zo'n beetje gehad voordat ik alle... Onno zegt ook al dankjewel, graag gedaan, Onno. Iedereen een fijne dag. Nou, dat wensen wij jou en jullie ook. Ik denk dat ik alle vragen zo'n beetje wel gehad heb, maar misschien... als iemand nog een hele prangende vraag heeft, dan kan hij die ook op de website van Harm van Wijk, mijn.belegger.com, stellen aan Ronald. Gewoon een apenstaartje voor zijn naam tikken en dan komt het vanzelf bij Ronald binnen. En mocht je wat meer over opties willen weten, nou, dan kun je bij mij ook altijd terecht. En ik weet niet of Jan Robert nog aanwezig is, maar anders nodig ik hem uit om een afsluitend woordje te verzorgen. En anders dan wil ik iedereen in ieder geval weer bedanken voor de aanwezigheid. En Ronald, zullen wij het zo doen dat we met een week of 3-4 wederom deze sessie herhalen van wat daar weer net de laatste inzichten zijn voor op dat moment? Ja, lijkt me prima, Minko. Dan kun jij wat mooie optieconstructies er weer aan zetten. En dan denk ik dat... Dan gaan we echt richting maart. Dus wat dat betreft dan komt mijn optieconstructie dicht in de buurt. Ja, zeker. En nou, dan kunnen we wat verder inzoomen misschien op de beleggersdag van Shell, die 11 februari is. Ja, nou, dan doen we dat in ieder geval daarna. Dan kunnen we dat in ieder geval ook meteen meenemen. Ja. Oké, okay. Amiel zegt bedankt. Allemaal bedankt. Ik zie alleen maar bedankjes. Jos zie ik en Frans. Nou, leuk allemaal dat jullie
de grote getallen weer aanwezig waren. En dan dank ik jullie allemaal voor de aanwezigheid. Ronald, jij bedankt. Ja, jij ook bedankt, bedankt. Marco. Hey, bedankt. En tot de volgende keer. We zien elkaar. Okay, de volgende keer weer. Okay. Fijne dag. Okay, jij ook.